En dan hoef je niet zo raar te kijken. Dit probeer ik nou al de hele dag te testen. En ik ben volgens mij, althans, het ziet er als het goed is super scherp uit. Ik moet alleen even daarna monteren, maar volgens mij is het precies hoe ik het hebben wil. En zou dit zomaar de kwaliteit kunnen zijn als ik er echt al die kwaliteit aan, al die tijd aan kan besteden vooral. En dat is namelijk heel tijd erover het klusje. Maar goed, en dan kijk je weer zo raar, maar ik ben nu vandaag even Morris. Clayton Morris, toch heet die? Natalie heet je. Nou, en zo ben ik dus heel vaak en zo lekker bezig met allerlei decoortjes maken en zo. Dus ik dacht, ik geef jullie een klein voorproefje. Of ik neem jullie een beetje mee in het hele proces. Van hoe dat dan zo gaat, zeg maar. En waar ik dan allemaal terecht kom. En waar ik mezelf steeds geloofwaardiger dus kan plaatsen. Een kleine greep, mensen. Ik ben niet zo vies te kijken. Doet Clayton het nooit? Clayton Morris. Rookt hij niet? Rook je niet, Clayton? Hollandse groente. Is gezond voor je. Ja, maak je ook een lekkere hoor. Gekke vrouw. Zeg. Wil je ook wat zeggen of niet? Ben je klaar met nu al? Dat is toch onmogelijk, die vrouw? Ja, voorzitter. Ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken, nu ik hier eindelijk sta, dat we dit niet langer accepteren. Het Nederlandse volk is helemaal klaar met al die charlatans hier al in Den Haag. Ik wil graag een debat over hoe wij hier met elkaar omgaan en hoe weinig vertrouwen er is van het volk in jullie hier als Kamer en met het in de regering dan. Dus daar wil ik graag een debat over, voorzitter. Uit. Ik kijk of daar steun voor is. Meneer Peters van het CDA. Nee, kijk, de heer Marcus had er rijke gewoonte van om iedere week de krant uit te spellen en dan een stuk of 3, 4, soms 5 voorbeelden die, ja, aan te geven om steeds weer een debat over aan te vragen. Terwijl wij ook deze week en vorige week en weet ik het hoeveel keer... Steunt niet. Nee, en die andere 3 ook niet. Hoef ik niet steeds naar voren te lopen. Meneer Brekelmans van VVD. Overmorgen wordt de heer Marcus Sauer weer op zijn wenk bediend. Dan hebben we een commissiedebat, dus geen steun. Ja, voorzitter, ik had de heer Marcus al met zijn nutteloze dinsdagmiddag aanvraag ook gemist. Donderdagmiddag, commissiedebat, vreemdeling en asielbeleid. Ja, de heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, ik sluit me daar graag bij aan. Dit kan gekoppeld worden aan het eerstvolgende commissiedebat. En dat is op zeer afzienbare tijd. Dus het lijkt me verstandig. Dat geldt trouwens ook voor de andere verzoeken die de heer Marcus over doet. Ik kom niet elke keer naar voren, dat scheelt weer tijd. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter, nog twee nachtjes slapen voor de heer Markshouwer. Dan mag hij weer. Ja, dus geen steun, lees ik daar uit de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, ik heb de aanvragen ook gemist en ik steun de verzoeken. Ja, meneer Boutkamp, Volt. Ja. Geen steun over twee dagen debat. Er is geen steun voor uw verzoek, maar het volgende verzoek. Nou ja, voorzitter. Nou, ik ben zelf een vrije partij natuurlijk, jongens. En dat betekent ook één ding. Dat wat jullie vinden in zit naar geen reet. Maar dit gebruik ik ook gelijk maar even om aan te tonen hoe het hier dus gaat in die zogenaamde tweede slaapkamer hier. Want in één keer gaan we overal democratisch over stemmen. En worden alle verzoekjes democratisch de prullenbak in gestemd. Nou, dan zul ik jullie nog wel een paar keer hiervan getuigen laten zijn, mensen thuis. Want ik heb hier ook nog een tweede verzoek. Wij gaan, althans, ik wil een debat hier houden in de Tweede Kamer over de Nord Stream Pipeline. Over het feit dat hier misschien wel ministers en dergelijke moedwillig hebben meegewerkt aan het doden en het in gevaar brengen van andere Europese staatsburgers. En dat vind ik wel een debatje waard, of niet, politieke vrienden hier in Den Haag? Nou, zo gaan we dat niet doen. We gaan niet een causaliteit aangeven, echt niet. Nou ja. Maar u wilt over dit onderwerp een debat. De heer Kuzu van Denk. Hey, ja, voorzitter, ik sta toch wel een beetje na te denken over wat hier allemaal wordt gezegd. Maar goed, we kennen de heer Mark Sauer.
Ik vind het object, ik wil dat ook wel even gezegd hebben. Maar het lijkt alsof de heer Marcus Hoor de afgelopen 2 weken, want toen stond hij hier op de dinsdagmiddagen niet, de Telegraaf had overgeslagen. En hij heeft weer de Telegraaf gelezen, dus, allemaal aanvragen. Laten we aanvragen. Niet hele uitgebreide reactie geven. Gewoon even vanzelfsprekend opkorten. Geen steun. Geen steun, mevrouw Van der Plas, BBB. Nee, geen steun. De heer Sneller, D66. Ja, enigszins beschamende vertoning dit. Maar over dat beleid kunnen we het hebben. Maar bij die commissiedebatten moet de heer Marcus Hoor dan wel het ook over het beleid hebben. En hij is daar in juni weer van harte welkom. Geen steun. Meneer Brekmans, VVD. Ja, ook geen steun. En ik wil ook de heer Marcus Hoor vragen om een beetje op zijn woorden te letten. Kijk, hij overschreeuwt zichzelf graag. Maar om individuele winstpersonen nu verantwoordelijk te stellen voor een moord, dat gaat toch wel erg ver. Dus ik hoop dat hij dat wil terugnemen. De heer Wassenberg, partij. Ik sluit me daarbij aan en ik geef ook geen steun aan dit verzoek. Kuzu, dat vind jij heel abject, vast wel. Maar ik sta hier niet uit mijn nek te lullen of zo, kerel. Want hoe kom ik daar nou bij dat ik zomaar deze zaak aanhaal? Ik wil jullie heel even het beeld laten zien, beste Kamerleden. Op een grote scherm hier in de Tweede Kamer. Waarin we dus zien hoe het er in Europa, of op, oh nee, zelfs niet eens in Europa, op het wereldtoneel aan toe gaat. Om erachter te komen wie het dan wel heeft gedaan. Want nu is het allemaal een beetje een shady kutverhaal, toch? Dus laten we eens even kijken hoe er democratisch wordt nagedacht over een onderzoek wat notabene Rusland heeft gevraagd om erachter te komen wie hun pijplijn heeft gebombardeerd. Even zien. Bombing of the Nord Stream pipeline. Let's watch this vote. So here was the vote. Here is the vote. All right, how many of you in favor? How many of you in favor? Okay, we got one, we got two, and three. Okay, you got China, Russia, and Brazil in favor. How many opposed to the investigation of the Nord Stream pipeline? How many of you are opposed? How many of you are opposed or abstain? How many of you and... Oh, all of you! All of you pieces of shit! Don't want an investigation. Dus mensen, daar wil ik dus ook even een debat over. Dit klopt voor geen kant. Ik wil met Rutte en al die andere clowns een debat en met de hele Kamer erbij over wat hier nu werkelijk aan de gang is in de wereld. Over de waarheid. Waar jullie ons ook niet van kunnen blijven. Jullie kunnen het ook niet blijven ontkennen natuurlijk. Want heel Nederland, iedereen weet hoe het zit. En het is gewoon inmiddels voorbij pijnlijk en vermakelijk om te moeten zien hoe jullie als een clown hier omheen blijven dansen. Maar goed, dat verzoek dus, voorzitter. Steun voor is daar steun voor. De heer Brekelmans, de VVD. Geen steun. Geen steun. Ik zie, even kijken, ja, de heer Van Houdingen. Ik vind het wel, hoor. Ja, ik zie dat er geen meer is. Het is geen verrassing dat vrijwel niemand meer naar voren zal lopen, want de Vrijpartij is ook om te blijven en heeft als functie jullie allemaal naar huis te sturen. Dus ik zou zeggen, misschien kun je nog juist gebruik maken van je spreekrecht. Want jullie geloofwaardigheid zijn al verloren, maar binnenkort jullie positie ook. Ik ben van de Hooivorkpartij, die hier met een bezem door de Tweede Kamer heen gaat. Met veel plezier, mensen. Want de waarheid of het volk vertegenwoordigen gebeurt hier al lang niet meer. Dus ik wil graag een verzoek indienen tot een referendum in Nederland. Gewoon dat we met z'n allen eens over gaan praten. Hoe willen wij dat Nederland echt geleid worden? En hoe vinden wij nou werkelijk van onze vertegenwoordiging tot nu toe? Dat vind ik een mooi debatje waard, Veer. Dus ja, schiet me op. Wie stemt ervoor, jongens? Heer Brekelmans, VVD. Donderdag gaan we er serieus over spreken. Geen steun. Geen steun. De heer Eerdmans, ja 21. En dan mevrouw Pot, D66. Nou, in tegenstelling tot de eerdere verzoeken is dit geen incident. Dat kunnen we niet zo noemen. We hebben als jaar 21 onderzoek laten verrichten door Dr. Van der Beek. En blijkt dus dat de kosten 8 ton per asielzoeker zijn op termijn. En zelfs oplopend als je het helemaal omvat 120 miljard. Dat zijn gigantische bedragen. Waar wij mee te maken hebben met een ongeremde asielinstroom. Dus ja, straag. Nee, maar dit kan dus niet zomaar in een commissiedebat, wat de heer Brekelmans voorstelt, worden gestopt. Want daar staan al veel te veel onderwerpen. Dus graag niet voor aparte steun en voor een apart debat. Mevrouw Pot, D66. Overmorgen, voorzitter. Ik zie geen steun van een meerderheid. Dank u wel, meneer Marcus Hoor. Oh. Nou, ik geloof dat Pieter nog een brief wil, Veer. Dus we gaan nog een brief krijgen, jongens, als het goed is. Let op. Meneer Omtzigt nog even. Ja. Die gaat de meerderheid niet fixen, in zijn eentje. Maar
er moet dan wel een supplementaire begroting komen. En ik zou aan de regering willen vragen, geef binnen 2 weken aan of wat hier in het NRC staat klopt. En klopt dat, dan zullen ze met grote spoed met een supplementaire begroting komen. En dan kan het niet anders dan plenair behandeld worden. Dit gaat om best wel veel geld. Lekker bezig, Pieter. Hè? Samen met BBB heb je natuurlijk hartstikke veel zetels. Nou, dat weten we één tenminste zeker. In die prullenbak ermee, hè? Daar gaat het, jongens. Zo gaat het namelijk in Den Haag daar al. Het is allemaal één grote fucking scam. De mazzel.